Sint-Annegilde in Rietroven. Wij zijn hier vandaag, hier hebben wij ons jaarlijkse teerfeest. Dat is altijd zeg maar, de eerste zondag in juli. Dus hebben wij ons teerfeest en dat is wat wij vandaag hier hebben. Voor de eerste keer organiseren we ook dit jaar op het zogenaamde dorpskoningschieten. Wat houdt dat in? Wij willen het dorp meer betrekken bij ons gilde natuurlijk en ook bij onze manier van teren. Om het dorp kennis te laten maken met het gilde. Daaruit hebben wij dus een activiteit bedacht, dorpskoning schieten. Wat houdt dat in? Er zijn een aantal voorrondes geweest in juni. Maar vandaag is het afkampen van die activiteit. En degene die het vandaag wint, die mag zich voor een jaar lang dorpskoning van Rietroven noemen. Nieuwe koning! Ja. Lang leven de koning! Hey.
een wisselschild wat degene die dorpskoning is, 1 jaar mag dragen en mag gebruiken en volgend jaar mag de huidige dorpskoning mag zijn titel verdedigen. En voor dit jaar, na een zware afkamping, is het Dirk Antonis geworden. Koning van Riethoven, 1918.